Ik sluit het jaar af in Leerdam, de grootste plaats in de nieuwe gemeente Vijfherenlanden. Een pittoresk vestingstadje, vooral bekend als stad van glas. Voor anderen is het de stad van vele kerken en voor weer anderen gewoon een gezellige plek om te wonen. In de aanloop naar de feestdagen kijk ik met Leerdammers terug op het jaar en praat met hen over het leven. En voor sommigen begint de dag vroeg. Heel vroeg. Als er nou iets is dat onlosmakelijk verbonden is met feestdagen, dan is het wel eten. Of het nou gaat om de oliebollen met oud en nieuw, de lekkere kerstdis of alle zoetigheden van Sinterklaas. Eten hoort bij de feestdagen. Maar de makers van al dat eten, hebben die zelf eigenlijk nog iets aan hun feestdagen? Dit is de Leerdamse bakker. En we leven ongeveer rond 5 uur. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Teunis. Goedemorgen. Oh, het is glad hier, jongens. Oh, kijk uit, hè? Ja, ik doe voorzichtig. Ja. Kom binnen. Aan het aantal auto's en fietsen te zien, zijn jullie echt vol in bedrijf nu. Dat klopt, ja. Ja, we werken altijd 's nachts. Ja, tuurlijk. Maar met hoeveel man staan jullie nu? We zijn nu met 7 man. Ja. En al de hele nacht bezig. En al de hele nacht bezig, jazeker. We zitten vlak voor Sinterklaas. Klopt. Maken jullie dan nu nog Sinterklaas dingen of is alles klaar? Nee, zo laat mogelijk, hè? Zo vers mogelijk en we werken heel langzaam naar de 5 december toe. Mag ik kijken? Ja, tuurlijk. Ja. Wees welkom. Wat is dit voor een piepje? Dat is de oven. Ja. Ik moet even uitleggen, vader, zoon, klopt, maar ook moeder en zus zitten in de zaak, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, want hoe zijn jullie ooit begonnen? Hoe zijn wij ooit begonnen? Mijn oma was bakker. Daar liggen mijn roots in principe. En toen kreeg je verkering en toen zei je, wij beginnen ook een bakkerij. En nee, de bakkerij heet Bakkerij de Jager. Ja, en jij heet niet de Jager. Nee, wij heten Kamper van onze achternaam. En mijn schoonouders, dat was de Jager. Dus mijn vrouw is... een de Jager. Oké, dus jij was al bakker en jij trouwde in een bakkersfamilie? Ja. Maar dan is het niet vanzelfsprekend dat jij ook bakker wordt. Nee, maar toch zit het in het bloed. Ja. Ik heb het meegekregen. Nou, heel in het begin vroeger, toen ik jaar of 3, 4 was, hadden ze bij ons voor de winkel, daar waren ze aan het straten, een nieuw riool. Toen heb ik altijd geroepen van ik word stratenmaker. En toch bakker geworden en ik zou geen dag meer zonder kunnen. Nee. Heb jij altijd gedacht, wat leuk dat hij bakker wordt? Of dacht je, man, leer een ander vak? Nou, in het begin wel, want je weet zelf wat het is natuurlijk. Soms vroeg op en lange dagen en altijd bezig en al die dingen meer. Dus ik heb wel geprobeerd, word dan eventueel leraar of iets dergelijks. Ja, want je kon goed leren? Ja, ik kon goed leren. Ja. En, maar ja, op een gegeven moment zei die pa, kan ik binnen het bedrijf komen? Ik word toch bakker? Ja, dan ga je geen nee zeggen. Nee, dat is toch heel fijn, want het is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Nee, het is absoluut niet. Nee, het is iets waar je meer trots op bent, maar dat moet je niet te vaak zeggen. Want naast mijn schoenen lopen. Ja. Nee, maar je kan door, hè. Want kijk, ik heb nu de leeftijd dat ik eigenlijk moet zeggen van, ik stop ermee. Ja. Probeer de boel te verkopen. Nou ja, aan wie, aan wat. Ja. En nu kunnen we gewoon door. Ik hoef daar niet op te letten. En dat is zo gigantisch mooi is dat. Teunis en zijn vrouw Bertie namen in 1984 de zaak over. Toen ze kinderen kregen, groeide die een beetje op in de bakkerij. Langzamerhand groeide het bedrijf. Toen zoon Edwin in de zaak kwam, die na de bakkerschool ook nog commerciële economie studeerde, ging het een stuk sneller. Ja, maar we zijn inmiddels... Edwin, op hoeveel vestigingen zitten we? We hebben er nu 4. En de 5e is in de maak. Ja, 5e is in de maak, per 1 januari. Per 1 januari. Had je dat bedacht ooit? Nee, nooit. Nee. Vind je het leuk? Moet ik heel eerlijk zijn? Ja. In het begin wel, en nu denk ik wel eens van, waar ben, maar dat hebben we dan samen met mevrouw erover, hè? Ja. Van waar zijn we aan begonnen? Ja. Want je bent altijd, altijd, altijd bezig. Ja. Continu. En dat is, ja. Ja, 24-7. Het is, als de winkels dicht zijn, zijn ze in de bakkerij in productie. En is er niemand aan het werk, heb je altijd je zorgen nog over je personeel of je financiële dingen, je kosten. Je grondstoffen, we werken natuurlijk met verse grondstoffen, gebeurt wat op de wereld, is er ergens brand, gaat er graan in de brand, de prijzen van de roomboter. Ja, dat blijft eigenlijk altijd in je hoofd, blijft dat meespelen. Ja. Is het belangrijk om groot te worden? Ja. Ja en nee. Ja, je kan wat groter produceren. Dus je kostprijs gaat omlaag? Je kostprijs gaat omlaag, je bent wat efficiënter. Ja. Alleen je flexibiliteit wordt wel iets minder. Al moet ik wel zeggen dat ik bij ons dan nog wel heel erg mee vind vallen. Mede ook door het goede team wat wij om ons heen hebben, zowel in de winkel als in de bakkerij. Iedereen is eigenlijk heel flexibel. Iedereen gaat voor zijn vak en iedereen gaat voor ons door het vuur. En dat is heel bijzonder in deze tijd. En daar ben ik ook echt heel, daar ben ik nog het alle trots op van allemaal. Ja. Goedemorgen, juf Astrid. Goedemorgen, ja dat klopt. Je werkt niet hier? Ja, ik werk 2 dagen hier in het bedrijf en 4 dagen in het voortgezet speciaal onderwijs. Astrid staat in de winkel, zit op kantoor en beheert de webshop. En nou ja, je vader hebben we al uitgebreid ontmoet, maar jullie zitten alle 4 in de zaak. Klopt. Waar is die mama? Ja, mama die werkt aan de Kerkstraat in de winkel. Dat is die mama dan? Ja, dat is die mama. Dat is de mama, ja. Vergeet. Nou zijn we compleet. Nou hebben we een kwartet. Nou zijn we helemaal compleet. Dit is alles wat erbij hoort. Dankjewel. Hoe waren de feestdagen vroeger toen jullie nog klein waren? Ja, gezellig. Ja, maar de ouders moeten heel hard gewerkt hebben toen. Ja, die waren ook gewoon echt moe. Ja. Eerste kerstdag deden we eigenlijk weinig. Wel, toen opa en oma nog leefden, dus gingen we altijd daarheen of met de familie eten, dat wel. En vooral de vermoeidheid komt de tweede kerstdag eruit, wat ik nu bij mezelf ook heel erg merk. De eerste kerstdag heb je nog je adrenaline en is het gezellig. En de tweede kerstdag ben je gewoon, ja, is het kaarsje even uit. En dan moet je je oplaaien voor de laatste week van het jaar, want die is nog drukker als kerst eigenlijk. Want hoe deed jij dat vroeger? Want behalve dat je een zaak had, was je moeder van het gezin. Kreeg je nog voor elkaar om iets van gezelligheid erin te brengen? Ja, ik probeerde echt die weken ervoor dat de kerstboom natuurlijk al stond. En ja, echt dat het huis in picobello in orde was en dat de boodschappen in huis waren. Dat we echt, nou ja, kerstavond, allemaal wel even gezellig bij elkaar, gingen wel op tijd naar bed. Maar de eerste kerstdag echt wel, ja, toch dat het best wel gezellig was. Maar ja, Edwin zegt al, op tweede kerstdag moest je al bijna weer opladen voor die laatste week van het jaar. Ja, klopt. Ja, ja. Maar ja. Het was bij ons tweede kerstdag was bankhangen. Ja, bankhangen. Oh, heerlijk. Ja. Ja, en dan, ja, daarna gingen we gewoon weer voor de oliebollen. Geen probleem. Ja, het was zo. We zijn daar zo mee grootgebracht. Mijn ouders natuurlijk deden dat ook zo. Dus je nam het gewoon het stokje over. Dat is het voordeel. Opa en oma wisten hoe het was natuurlijk. En die hielpen ook mee. En ja, die begrepen het als je tweede kerstdag niet al die familietradities ging doen. Want ja, het was voor hun niks anders. Wel, bij mijn ouders werd de hele kamer leeggeruimd. Daar gingen alle bestellingen werden daar neergelegd. En ik zei altijd, dat wil ik niet. Dat gebeurt niet. Ik ga niet in mijn woonkamer dus bestellingen leggen. Nee, dan heb je heel weinig kerstgevoel. Ja, ja, precies. Ja. Heb jij Astrid als tiener wel eens gedacht, ik ben er helemaal klaar mee? Nee, helemaal niet. Nee, ja, ik vond het ook heel leuk. Want ik ging dan ook altijd meehelpen. Ja, dat is er echt van kind af aan ingekomen. En ja, ik weet ook niet beter. Hoe oud was jij toen je voor het eerst de zaak deed? 13. Oh, dat is wel jong. Ja, dat was heel jong. Maar ze mocht eigenlijk toen nog niet, maar het was vakantieperiode. En ja, de kassa, dat kon ze al, want ze was altijd aan het winkeltje spelen als de winkel dicht was. En op een gegeven moment, vakantieperiode, ik kwam mensen tekort. Ik zeg, Astrid, wil je alsjeblieft in de winkel komen helpen? Nou, er ging een wereld voor haar open. Ja. Toen is ze gewoon iedere zaterdag standaard in de winkel komen helpen. Je beide kinderen hebben gestudeerd? Ja. Heb je nooit gedacht, nou, die zaak, die moeten ze maar laten voor wat het is? Nou, Edwin wel. Ik zeg, joh, je kan goed leren. Waarom ga je niet verder leren? Je weet wat het is. Altijd werken, altijd vroeg op, nooit klaar. Maar het was gewoon zijn passie. Hij zag dat gewoon helemaal zitten. En Astrid precies hetzelfde, onderwijs. Ik zeg, nou ja, daar was ik al helemaal blij mee. En ik hoop, je kan het niet. Mooi, maar ja, nu is ze dus ook 2 dagen in het bedrijf bezig. Druk. Maar dat vindt ze ook... helemaal leuk. Nou zijn jullie beiden de 50 gepasseerd. Ja. Je drukt. Ja. Ik denk dat het veilig. Ja, chic. Hoe zie jij de toekomst? Ja, hoe zie ik de toekomst? Het zal echt wennen zijn als je gewoon iedere dag thuis zal zijn. Maar dat denk ik voorlopig ook nog niet. Nee. Maar 1 of 2 dagen nog een beetje sturen. Dat zou ik nog voorlopig nog wel blijven doen. Maar aan de andere kant lijkt het me ook heerlijk om gewoon eens dingen te doen waar je nooit aan toe gekomen bent. Hoe sluiten jullie de deur, de 24e? Ook dat gaat met elkaar. Ja. Dat is ook altijd wel heel mooi. Kijk, Mari staat dan in de winkel en wij met z'n drieën sluiten dan alle winkels af. En ja, en dan kom je toch ook wel weer met z'n vieren bij elkaar en dan sluit je die periode ook af. En dan kijk ik ook wel uit naar die eerste en die tweede kerstdag dat je eventjes weer, nou ja, met z'n vijven, ook met Paula erbij. Jouw vriendin. Ja. Met elkaar kan zijn. Dat vind ik dan ook wel weer heel mooi. Nou, dan wensen jullie hele drukke dagen en daarna helpen we 2 dagen met z'n vijfjes. Ja, dat komt helemaal goed. Mooie dag. Dank je wel. Dag hoor.